President Desi Bouterse en de premier van Barbados, Mia Motley, hebben gisteren een bezoek gebracht aan de centrale markt van Suriname. De ministers van regionale ontwikkeling en buitenlandse zaken, Edgar Dikan en Ildis Polak-Beegli, vergezelden het gezelschap. Ook districtscommissaris Mike Nerkus liet zich tijdens het bezoek van zijn beste zijde zien. Onder begeleiding van Surinaamse muziek liep de delegatie de verschillende stands van de markt af. Hier en daar de standhouders groeten. Motley maakte kennis met de typische Surinaamse groenten, vis- en vleessoorten. Als klap op de vuurpijl zong Bouterse enthousiast mee met de muziekbandjes. Hij zong Bana Dotiwa Odo. Het lied heeft te maken met het tonen van respect voor het gebied waar je bent geboren. Ja. Motley vond het bezoek aan de markt indrukwekkend. Ze stond stil bij de geschiedenis van het Caribisch gebied en benadrukte de verbondenheid met elkaar. It is wonderful to be here. If you ever doubt that we came on the same ship, if you ever doubt that we are Caribbean people, you only need to come where we are at home and at our best. The markets and with the people. And Mr. President, I have been on many, many, many trips in the last 30 years. But this is a special one. Because you didn't carry me to see big sights and big buildings. You carried me to feel hearts and to see sights and the creativity of our people. And it is like watching a painting as we move through the markets. So I thank you. I thank the Surinamese people for their love. I recall and I now understand why Alison Hynes' song was so popular, Faloma Ding Ding Ding. Mia Motley, premier van Barbados. Samen met president Desi Bouterse heeft ze het bezoek gebracht aan de centrale markt, waar ze kennis maakte met de typische Surinaamse producten uit de landbouw, veeteelt en visserij.